Ik sprak tekst van de laatste pagina van ons pensum van César. Dus César, de laatste pagina waarin Vercingetorix zich overgeeft. Dat zie je hier op zijn paard. Wordt hij geleid voor César die hier zit. Voor het kamp, dat is hier achter, op een soort versterking. Dus die op zijn zetel. Soldaten naast hem, krijgsgevangenen ernaast. Andere krijgsgevangenen hier achter. Romeinen daar. En daar zit Alesia hier. En Vercingetorix geeft de wapens aan Caesar. Ze spatten zelfs een beetje op en stof spat hier op. Dus het wordt met geweld en kracht gedaan. Komt-ie. Postro die Vercingetorix concilio convocato et bellum se suscipisse non suarum necessitatium sed commus libertatis causa demonstrat. Vercingetorix is onderwerp. Demonstrat is de PV van de hoofdzin. Dus Vercingetorix verklaart. Dan heb je een ACI, dat hij, onderwerp van ACI, deze oorlog is begonnen. Suscipisse op zich heeft genomen, eigenlijk initiatives perfectum. Dus hij verklaart dat hij deze oorlog op zich heeft genomen. Deze oorlog, it bellum, it congrueert tussen deze. En dan ablatives absolutus. Nadat de volgende dag een krijgsraad bij elkaar geroepen was, een vergadering bij elkaar geroepen was, een vergadering natuurlijk van de Gallische leiders in Alesia zelf. Want de aanval van het reddingsleger, de Gallische, was afgeslagen door de Romeinen. En nu zitten Vercingetorix en zich al eens als een ratten in de val. Dus daar moet je over delibereren. Nou, hij is verklaard dat hij deze oorlog op zich heeft genomen. Niet vanwege zijn eigen behoeften, suarum necessitatium. Suarum congrueert is niet gesubstantieerd zoals in de aantekening staat. Het is gewoon bijvoeglijk. Dus vanwege zijn eigen behoeften. En dat is een genitief als aanvulling bij causa. Causa betekent wegens of vanwege plus genitief. Dat is een postpositie, staat achter het woord wat bij hoort. Net zoals communis libertatis, maar vanwege de gemeenschappelijke vrijheid. Want hij wil natuurlijk vrij zijn van de Romeinen. Dat was een grote opstand tegen de Romeinse overheersing. Daarom heb ik het gedaan, niet omdat ik er zelf beter van wilde worden. Dus dat is heel nobel van hem. En als je kunt winnen van zo'n nobele man, dan ben je zelf wel extra nobel. Dat suggereert César hier. En zij suggereert dus verder. Aangezien er toegegeven moet worden aan het lot. Cedendum, moet je aanvullen, essen. Grundieven van verplichting. UM is onzijdig. Dus een onpersoonlijk gebruik van het grundieven van verplichting. Vandaar dat ik vertaalde, er moet worden toegegeven. Er moet worden berust. Er is onzijdig, is onpersoonlijk in het Nederlands. Sit is een cognitief, vanwege quoniam, tenminste dat is één verklaring, dat zie je ook hier, quoniam met een cognitief, dat is een subjectieve reden, aangezien er volgens hem berust moet worden in het lot. Dus dat is een reden om hier een cognitief te zetten. Een andere reden zou ook kunnen zijn, dat is ook heel goed, een goede verklaring voor de cognitief, dat we te maken hebben met een ACI, C. suscipisse, heb je daar. En allebei zinnen die afhankelijk zijn van zo'n ACI, daarvan is de PV verplicht ook in een cognitief. Dus dat zijn de twee redenen waarom hier een cognitief zou kunnen staan. Allebei zijn zo goed. Dan blijven we met dat demonstrat zitten, die PV van de hoofdzin. Dan heb je weer een ACI die daarvan afhankelijk is. En dan heb je hier eigenlijk een foute verklaring wat hieronder zit. Want wat het eigenlijk moet zijn, is het volgende. Hij verklaart dat hij aanbiedt, C, zichzelf, zijn leidend voorwerp bij offertes, geen ACI. Hij verklaart dat hij, en dat hij moet je aanvullen, dat hij zichzelf aanbiedt aan hen voor twee zaken. Voor elk van beide zaken. En die krijg je dan hier naar uitgelegd. En utram que, ook weer anders dan de aantekening zeggen, utra que, utra is dat. Utra betekent wie van beide. Utra que of utra que betekent elk van beide. En hier heb je elk van beide. Dus hij verklaart dat hij zichzelf aanbiedt aan hen, aan die Galliërs, voor elk van beide zaken, dubbele punt, of dat zij wilden velint, ook weer cognitief in de ACI, dus vandaar velint van vellen, cognitief present, of dat zij wilden genoegdoening geven aan de Romeinen met zijn dood, dus dan moesten ze hem maar doden als genoegdoening voor de Romeinen, dan zijn ze misschien tevreden, of dat zij willen, of dat zij wilden, want het is allemaal een verleden tijd, wilden, hem, aanvullen eeuw, hem levend overhandigen. Overleveren aan die Romeinen. Dus je kunt hem
Ik geef twee mogelijkheden. Maak me nu maar dood. Dan zijn de Romeinen misschien tevreden. Of lever mij levend uit. Dat kan ook, want Vercingetorix is echt een held. Ook in de woorden van Caesar. Hij is echt niet bang. Nou, dan die Gallische raadslagen daarover. En dan gaan ze gezanten sturen naar Caesar. Legati mituntur. Er worden gestuurd gezanten naar Caesar over deze zaken. De zaken die hier net zijn besproken. Volgende bladzijde. Wat zegt Caesar dan? Jubet arma tradi. Principes produci. Dat is de legendarische kortheid van de stijl van Caesar. Caesar wint er geen doekjes om. Hij zegt alleen maar hij beveelt. En dat is dan Caesar. Hij beveelt dat de wapens worden overgeleverd. Tradi is definitief presens passief. Hij beveelt dat de wapens worden overgeleverd en de leiders naar voren worden gebracht. Dus dat is kort zijn bevel. Ipse, hij zelf, Caesar, ging zitten, concedit in perfectum, bevel van de hoofdzin. Hij zelf ging zitten op een versterking, munitionen, dat hebben we gezien op het plaatje, voor zijn legerkamp, procastris. Dat is natuurlijk een meervoud ablatief. Je vertaalt hem als een enkelvoud, want castra is altijd meervoud. En dat betekent dus is enkelvoud voor het legerkamp. Daarheen, dus naar die munition, daarheen werden de aanvoerders geleid, naar voren geleid. Vercingetorix werd overgeleverd, werd overhandigd. En de wapens werden voor zijn voeten neergegooid. Proiciuntur. Dat hebben we gezien op het plaatje van daarnet. Laatste regels. Reservatus aeduis ad avernis. Dat zijn twee Gallische stammen, de aedui en de averni. En die waren eerst vrienden van de Romeinen. Die hadden de Romeinen te hulp geroepen. En later waren ze in opstand gekomen tegen de Romeinen. En Caesar denkt van, nou weet je, ik hou die mensen even apart. Dan lever ik ze misschien wel levend gewoon terug aan hun stammen. En maak ik daarmee weer vrede met die stammen. Dat is voor mij makkelijker. Want dan heb ik gewoon minder Gallische in bedwang te houden. Dan zijn we weer lekker vriendjes. Dus dat is handig van Caesar. In de appetitie is absoluut. Het reservaat is een PPP van reservaren. Aan de kant zetten. Apart houden. Apart houdt, staat ook in de aantekening. En het is PPP, ablatief is meervoud mannelijk. En congruent met aeduis en avernis. Dit zijn de twee onderwerpen van de ablatief is absoluut. En dit is de PV van de ablatief is absoluut. Dus nadat de aeduis en de averni apart waren gehouden, om te zien of si posset, om te zien of hij hen kon, nee, alsof om te zien of hij die stammen, hè, die aeduis en de averni, of hij die stammen weer aan zijn kant kon krijgen, door middel van hen, dat zijn die krijgsgevangenen, mensen uit die stammen, door middel van hen. Dus nadat dat gebeurd was, dit is absolutus, en dat is een, eigenlijk een bijwoordelijke paling dan bij distribuït, want dat is de persoon van mijn hoofdzin. Dit is een bijzin, afhankelijk van die ablatief absolutus, bijzin 1. En hier heb je dan de hoofdzin 15 en 16, dat is één hoofdzin. Dus nadat dat bla bla bla, verdeelde hij de capita, de krijgsgevangenen, letterlijk de hoofden, één voor één, apart, afzonderlijk, singula, over het hele leger, toto exercitui. Dat is een dativus, enkelvoud mannelijk, weer het voorbeeld bij distribuït. Hij verdeelde die krijgsgevangenen één voor één over zijn hele leger van de andere gevangenen. Dus deze apart, van de andere gevangenen verdeelde hij de krijgsgevangenen eveneens over het hele leger. Praedae nomine, onder de naam van krijgsbuit, bij wijze van krijgsbuit. Dus elke soldaat krijgt apart één gevangene als een slaaf, een krijgsbuit. Je kan hem verkopen, daar wordt hij rijk van, of je kan hem gebruiken. En dan is het ook fijn, dan heb je een apart slaafje tot jouw beschikking. En dan nomine staat letterlijk met de naam van krijgsbuit. Die genitivus hier is een uitleg bij die naam. De naam is namelijk krijgsbuit. Dat is een genitivus explicatief, een uitlegje. Dus een genitivus bedoeld als uitleg, niet zozeer bezit of aanvulling bij. Nee, het is een uitleg, een explicatief. Zo werkt dat dus. Daarmee is het leger ook tevreden gesteld. Dat moet je natuurlijk doen als aanvoerder. Dan moet je je eigen mannen te vriend houden. En die mannen die gaan natuurlijk erg voor je vechten als de mogelijkheid er is dat ze buit zullen krijgen en dat zij ook zelf zullen delen in die buit. Overigens hield Caesar zelf ook heel veel krijgsgevangenen voor zichzelf. Heeft hij allemaal verkocht, is hij stinkend rijk mee geworden. Heeft hij heel veel populariteit mee gekocht in Rome. Dus gewoon spelen organiseren, feesten organiseren.
heeft hij allemaal betaald met het geld wat hij heeft verdiend met die krijgsgevangenen. Dus hij is heel handig ook. Hij is niet alleen een goede generaal, maar ook een hele handige man. Goed, dat is dat.